En Paul, hoe hebt u de afsluitcross dit jaar beleefd? Eigenlijk was het genieten in de eerste plaats, omdat Bart Welles nog eens een keer scoorde. Dat ziet je niet elke week of elke maand, zoals het er dit jaar voor stond. Aan de andere kant was het minder spannend, dus, maar dat was ook grotendeels Albert die daarnaast zijn pedaal trapt. Als allerlaatste eigenlijk het veld ingejaagd. Nijs die dat enkel oog had voor het klassement. Dus dat is het enigste negatieve kantje, maar voor de rest spectaculaire cross, zou ik zeggen. Nog een valpartij dat minder aantrekkelijk was met Klaas van Tornhout aan. Maar ja, dat hoort erbij bij de sport zeker. Nu, als in de ronde van Frankrijk men de laatste ritten tactisch speelt en alleen aan het klassement denkt, dan vindt iedereen dat oké. Okay. Terwijl in de veldritsport ik hier toch hoor dat er een aantal mensen heel negatief reageren op het tactische rijden van Sven Nys en Stibar. Hoe denkt u daarover? Eigenlijk heb je daar wel een punt, want we hebben daar nog niet bij stilgestaan. Dus wij waren ook een klein beetje teleurgesteld. Maar ik kan het best begrijpen dat die zevende eindzege voor Sven Nys zeker zo belangrijk was dan het dagsucces. Dat kan hij dus iedere keer klaarkrijgen, een dagsucces. Maar dat eindklassement, dat was extreem, dat was te belangrijk voor hem. En dan kan ik daar wel best mee leven dat het Sven Nys is die dat eigenlijk een klein beetje het verbrot heeft. Dus maar geen afbreuk van zijn prestatie. Wat vond u van de organisatie hier, de tweede topcross in Oost-Malle? Heel mooi. Dus Malle is op zich altijd al een hele mooie locatie. Dus met het zand, met het bos, daar wordt iedereen wel vrolijk van. Er was een incidentje met het Belgisch kampioenschap, maar daar kan de organisatie niks aan doen. Dat is een onstuimige kerel die dat het Albert het leven zuur gemaakt heeft. En de rest van het seizoen ook een beetje verbrot heeft. Hè. Dus als je nu weet dat hij geen enkel klassement meer wint, die wereldbeker verspeeld is, een belabberd WK achter de rug. Maar ja, het is zo. Dus in ieder geval een pluim voor de organisatie van Oost-Malle. Ik hoor ook dat er sprake zou zijn om hier in Oost-Malle een wereldkampioenschap te organiseren. Hebt u daar een zicht op de staat? In principe kan alles. Hè. Dus als je maar genoeg ervaring hebt. En die hebben ze in Malle. Dus het minste dat die mannen assistentie bijkrijgen, dan denk ik dat dat zou kunnen. Maar dat lijkt me toch wel heel ver weg. Een WK in Malle. Dus maar dromen. Ja. Dikwijls is dat bedrog, maar af en toe bestaan ze nog. Ik hoorde dat men voor 2015 zijn kandidatuur wou stellen. In elk geval heeft men al een hele goede parcoursbouwer. Ja, hier zijn parcoursbouwers genoeg. Ik geef alleen maar advies. Hè. Dus, maar de mensen hier zijn heel gemotiveerd. Vandaag moet ik zeggen dat er heel weinig was aan te merken op het parcours. Mooi in beeld trouwens de valpartij van Klaas van Tornhout in een zandstrook. Een dubbele boarding. Eigenlijk, ondanks die val, mooi om te zien. Positief om af te sluiten. Dank u wel, Paul. Positief.